Ja, nou vandaar dat ik dus fijn vind dat ik u even aan de lijn kan hebben. Ja, maar ja. Ja, heel erg fijn dat u zo even naar me hebt willen luisteren. Ik vond het heel erg prettig. Heeft u ook wel eens moeilijke momenten dat u zegt van nou, ik heb ook wel eens behoefte aan iemand aan de lijn die even een luisterend oor biedt? Ja, uiteraard. Ik denk dat we er allemaal wel eens mee kappen toch op zijn tijd. Ja, ja. Alleen voor uw situatie denk ik niet dat ik de aangewezen persoon ben om daar een soort advies in te kunnen geven. Dus vandaar dat ik niet denk dat het goed is om daar een beetje verder over uit te rijden. Oké. Weet je, nou misschien is het handiger als ik u daarover informeer. Want kijk, ik zou gewoon zeggen, meid, begin er niet aan. Begin er gewoon niet aan. En weet je, en als je nog gewoon jong bent, dan moet je gewoon de vruchten plukken van het leven en lang mogelijk genieten van het leven en van de mensen om je heen. Ja, dat zou ik je eigenlijk willen meegeven. Ja, dat is een mooi advies. En dan stel ik voor om het gesprek hierbij te laten. Ik ga een mailtje toesturen en dan wens ik je verder nog een hele fijne dag toe. Nou, van hetzelfde. Dank u wel. Dank u wel voor het luisteren door. Ja. Oké, dag. Thank you.